er zit een deuk in de vangrail van bij Appingedam. Wat heet een deuk? Is een kroppel van wel 10 meter lang. Er zit een kruk in die vangrail, hij deed dat overkwam. Lach er volgens mij voorlopig wakker van. Ja, er zijn overal deuken, kronkels en kreuken. Heel misschien draaide die zware check of belandde een peuk op een nare plek. Tussen de bovenbenen, heet de onding verdwenen, kan gebeuren. Of heel misschien was hij op vliegenjacht en had de goede man niet aan de vangrail gedacht. Ja, hij was wel ongevraagd, flink wat vertraagd, het kan gebeuren. Er zit een deuk in de vangrail vlakbij Appingedam. Wat heet een deuk? Is een kronkel van wel 10 meter lang. Er zit een kreuk in die vangrail, hij deed dat overkwam. Lach er volgens mij voorlopig wakker van. Ja, er zijn overal deuken, kronkels en kreuken. Heel misschien deed hij een alcoholica en zat zo'n razendsnelle witte Porsche achterna. Of half in slaap achter het stuur met 140 per uur. Het zal je gebeuren. Of heel misschien had hij wat narigheid en moest hij wat gevoelens op die vangrail kwijt. Ja, in het weet, in één poep en een scheet kan dat gebeuren. Er zit een deuk in de vangrail vlakbij Appingedam. Wat heet een deuk? Het is een kronkel van wel 10 meter lang. Er zit een kreuk in die vangrail, hij die dat overkwam. Lach er volgens mij voorlopig wakker van. Ja, er zijn overal deuken, kronkels en kreuken. Er zit een deuk in de vangrail vlakbij Appingedam. Wat heet een deuk?